In deze video heb ik 50 euro om te besteden aan fitnessmateriaal op bol.com. Deze video is niet gesponsord, maar ik ga kijken hoe ik mijn home fitness nog kan verbeteren. Heb je nog geen home fitness? Ga dan naar de basics. Ik link de video van Koen onderaan in de beschrijving. Roll the intro! Jullie kunnen mij volgen op mijn scherm. Waarom bol.com? Wel, die hebben gewoon alles, of toch bijna alles. Soms zijn er Amerikaanse producten die wij nog niet altijd direct kunnen verkrijgen, of het moet via Amazon. Maar ik verkies altijd bol.com en dat is ook de eerste site waar ik naar ga kijken of zoeken. Dus, homepage. Ik ga niet meer naar de basics zoeken. Ik ga zoeken naar dingen die ik voor een kleine prijs kan krijgen en waar ik toch nog iets extra aan heb. Liefst zo een multifunctioneel mogelijk ding. Maar als het heel specifiek is en het kan voor een kleine prijs, dan is dat misschien ook wel leuk om wat meer motivatie te krijgen om wat een andere insteek te hebben in trainingen en workouts. Alright. Wat ik graag wil hebben en waar ik al, wat ik eigenlijk nooit gekocht heb, zijn sliders. Dat zijn van die dingen die je onder je voeten of je handen zet en dan kun je zo glijden over de grond. Maar oei, nee. We gaan zoeken via de categorie fitness of sporten. Wat is dat hier? Sport, fitness. Oei, nog meer categorieën. Pam pam pam, training, yoga, pilates. Laten we gewoon een categorie kiezen en daarmee aan de slag gaan. Krachttraining zegt me wel iets. Krachtstations, dat wil ik wel eens weten wat ze daarmee bedoelen. Oei, ja nee. Ain't gonna happen. Kettlebells hebben we. Oeh, een gewichtsvest. Oeh, 100 euro, nee. Een merk waar we fan van zijn is Tunturi. Die hebben vaak voor lage prijzen toch wel goed basis fitnessmateriaal. Oeh, een Airex. Een Airex vind ik heel interessant, maar zoals je ziet is die van het Airex-merk wel best wel duur. Komt op 48 euro. Dus dat is niks voor nu. Maar wilt je graag je enkels verstevigen of slaat je vaak of bijna je enkels om, dan is dat zeker iets om in huis te halen en om oefeningetjes op te doen. We zitten hier in een bizarre categorie, dat vind ik al leuk. Nu nog iets vinden waar dat we mee aan de slag kunnen. Oké, mini weerstandsbanden hebben we al vaak aangehaald. Sowieso super nuttig en zoals je ziet, niet mega duur. Waar ik misschien wel interesse in heb, is in een zakje waarbij verschillende dingen in zitten. Dus niet alleen weerstandsbanden, maar ook balletjes, triggerpoint therapie. Nope, zwitsbal hebben we al besproken. Dat is niks voor nu. Oeh, wat we wel kunnen doen is per merk gaan kijken. We zullen zien wat Tunturi algemeen allemaal te bieden heeft. Een abs roller, dat heb ik. Dus dat ga ik hier niet kopen. Maar als je eens even iets anders wilt en je hebt 10 euro over, dan zou ik dat aanraden. Dat is wel af en toe iets leuk. En je kunt daar wel, als je het goed doet, een echte goede buikspieroefening van maken. Oeh, dit interesseert mij wel. Dat is een polstrainer. Veel kines hebben dat in hun praktijk, voor als iemand op zijn pols is gevallen of zijn pols verstuikt heeft of whatever. En die terug wat moet stabiliseren en sterk maken. Ik kan dat eigenlijk ook gebruiken voor alles wat ik doe. Ik ben zelf ook kinesitherapeut. Ik geef sportmassages. Ik werk heel veel met mijn handen dus. En als ik dan nog 40 jaar moet doen, dan is dat handig om sterke polsen te hebben. Dus dat ga ik wel al in mijn winkelmandje zetten. Even kijken of we geen goedkopere versie vinden, maar ik veronderstel dat die van Tunturi het goedkoopst gaat zijn. De vraag is of hij ook goed werkt en of hij niet te snel kapot gaat. Oké, we hebben ons eerste materiaal. Woehoe! Oké, we hebben nog maar 40 euro om te spenden. Maar ik gok dat het meeste rond de 10 euro zal zijn. En we kunnen altijd dingen uit ons mandje gooien als we moeilijke keuzes moeten maken.
Oké, terug naar onze hoofdcategorieën. Ik zoek nog altijd die sliders. Aha, Tunturi stelt weer niet teleur. We gaan eens zien of we geen andere recommended dingen krijgen. Recommendations bedoel ik. Dat moet echt wel super glad zijn. En eigenlijk heb je best ook een gladde vloer, want anders werkt het echt niet. Oeh, komt hij in een zakje? Oké. We leggen dit even aan de kant. We hebben al sliders, misschien komen we er straks nog tegen. Ik wil verder op zoek gaan naar zo'n zakje met trigger point balletjes en zo. Welke zoekterm? Dat is altijd het moeilijke natuurlijk. Dus we gaan terug naar... Oeh, misschien vinden we dat bij recovery of zo. Our search continues! Tam 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 tam. How low can we go? How low can we go? Driedelige set. Deze vind ik interessant, die peanuts. Maar voor 20 euro nog altijd. Anders... Oeh, dit zocht ik. Dit zocht ik. We zijn er, jongens. Zo'n peanuts, een balletje zonder stekels en twee verschillende maten in een zakje voor 18 euro. Heb ik 6, 17 euro. Dus dat gaat onmiddellijk in ons winkelmandje. Oh, hier ben ik blij mee. Hebben ze daar andere kleuren? Nee, niet erg. We'll take it. Ik wil nog een goede laatste... die ons enorm gaat motiveren en die toch wel, waar je toch wel veel dingen mee kunt doen. Ik zit op dit moment aan €37,97. Gratis verzendkosten al, dat is al fijn. Zwat, we gaan voortdoen, verder winkelen. Oeh, misschien moeten we naar kleding. Gaan we die weg op? Nee. Dat was niet het doel van deze video, Inge. Focus. Zien. Misschien wil ik gewoon nog van die... Resistance bands. Dus die van Tunturi, die kennen we. Zien we weer nog. Oeh, dat is wel een mooie kleur. Van, oeh, nee, veel te duur. Kijk, ja, je ziet dus, dit is volgens mij van zo'n, ja, dus zo meer een stoffige, stoffig materiaal. Ik weet niet of ik dat daarom beter zou vinden. Het hangt allemaal af van de weerstand. En die elastieke versie is veel goedkoper en gaat ook heel, heel lang mee. Die verweren na een lange tijd. En soms, als je er iets te enthousiast mee bent, kunnen die kapot schieten. Maar tegenwoordig zijn die echt... Die kwaliteit wordt alleen maar beter. Ja, ik denk dat het die pastelkleur gaat worden. Gewoon omdat ik die mooi vond. Eens kijken wat de beschrijving is en zo. Hè. Papam. Staat erbij hoeveel... Hoe sterk ze zijn? Nee, gewoon... 5 premium quality... Fitnessbanden. Ik kan niet eens uitspreken. Squat jumps. En squat is geschreven... Oké, squat is geschreven met een D. Normaal squat, de oefening, is met een T. Squat met een D is squat. Huh? Dus dat is grappig. Allee, ik vind dat grappig. Gewoon ook omdat ik er zelf al heel lang mee gestruggeld heb. Nu weet ik het. Maar... En nu weet jij het ook. Dus dat is goed. Ja, ik denk dat dit het wordt, jongens. Gewoon ook omdat ik dat nodig heb. Het is niet super speciaal, maar die van mij. Ik heb er nog maar eentje. En die is eigenlijk... Dat is met een lichtere weerstand. Dus even recap. Eerst eens kijken of het klopt. 50,82. I think we did a good job here. We hebben de polstrainer. We hebben de Tunturi sliders. Want ik vond geen andere. We hebben de Tunturi massagebal set. 4 ballen. Eigenlijk 3 ballen en een peanut. En we hebben de weerstandsbanden met 5 banden en... Ah nee, geen zakje. Maar we hebben een Tunturi massagebalzakje. Dus eigenlijk kunnen we alles daarin krijgen. Ik ben alleszins al heel blij met dit. Ik ga dat bestellen. En de volgende keer dat jullie mij zien, is alles aangekomen. En gaan we dat testen. En geef ik jullie oefeningen mee, zodat je die dingen kunt gebruiken. Good? See you soon! We zijn een paar dagen later... De doos is al aangekomen de dag nadat ik het besteld had. Dus thumbs up voor bol.com. Let's open this one up. Oké, we hebben de Tunturi sliders. De Tunturi pulse trainer. De resistance loop. En
de balletjes zet. We zullen beginnen met de sliders, die hebben we er het eerst uitgehaald. Oeh, er zit dus ook een formuliertje bij met allemaal oefeningen. Dat is wel echt, dat vind ik altijd wel top. Zeker zo de oefeningen eens kort bekijken of dat ze ook echt wel op iets slaan. Mountain climbers, laterale slides. Ja, 5 oefeningen die erbij komen. Kwaliteit voelt goed. Next, de polstrainer. Wat ik al heel goed vind om te zien, is dat er extra touwtjes bij zitten. En bij zo'n polstrainer, die krijg je in gang door aan dat koordje te trekken. Ik ga deze al eens voordoen. Dat ziet er meestal zo uit, dat koordje. Dat is ook meestal rood, for some reason. En aan de uiteinde is dat zo wat hard, zoals je veter. En dan heb je die polstrainer. Ik weet niet of je dat kunt zien. Ik ga nog wel een close-up tonen anders. En daarin zit een gaatje. Je steekt dat hard dingetje in dat gaatje. En dan heb je een gleufje en je gaat dat touwtje rollen door dat gleufje. Om dus die polstrainer in gang te zetten, gaat je daaraan hard aan trekken. En dan gaat je onmiddellijk je oefening eigenlijk doen. Dus dat is zo. En je voelt, als je het juist doet, heb je een bepaald ritme met die bal. Maar ik heb het nog niet helemaal beet. Dus we gaan het nog eens proberen. Ah, voilà, nu heb ik een beet. En dan voel ik dat dat zij zo in die richting duwt. En ik moet goed ritme houden en ik ben het al kwijt. Nu heb ik het terug. En als je het goed doet, dan hoor je een constante beweging. En ik voel nu dat dat zo heel hard begint te zoomen. En mijn pols moet echt al hard werken. Voilà. Ik hoop dat jullie dit kunnen horen. En dat is eigenlijk echt super leuk. Oké, maar dat is echt heel, heel zwaar. Oké. Dat doet je dus best niet. Blijf van dat geel dingen af als het draait. Want anders... Heel goed voor je polsen te trainen. Eens je het snapt en eens je het beet hebt, dan gaat dat heel gemakkelijk. Maar het is natuurlijk eentonig. Je kunt er niet veel andere dingen mee doen. Verlies die touwtjes niet. Tot nu toe, Tunturi, good job. Laatste ding van Tunturi misschien, dat zijn die de balletjes. Speciaal ontwikkeld om strakke en oncomfortabele spieren los te maken, de bloedcirculatie te verhogen. Eerst de peanuts. Oeh. Heeft wel een felle geur. Normaal gezien gebruiken we die voor uw rug, voor de spieren langs uw ruggenwervel. Soms ook wel voor hoog in uw nek. Dan leg je die zo hier. Maar dat ga ik ze even ook tonen. Voor je kuit ook wel handig. Want als je gewoon een balletje onder je kuit legt, dan wil dat soms wel eens wegrollen. En die peanut die blijft mooi op zijn plaats. By the way, het zakje. Dan het gewone balletje. Als je nu alleen een balletje wilt kopen, dan raad ik aan om een lacrosse balletje te kopen. Of een hockeybal. Het is een beetje de grootte van een lacrossebal. En dat is net iets beter dan een hockeybal. Een hockeybal is soms heel groot voor sommige spieren. Trouwens, dat zakje is echt van goede kwaliteit. En groot genoeg. Dus je kan, ik ga daar denk ik dan ook mijn loops, mijn resistance bands insteken. Zelfde grootte ongeveer als de cricketbal of de lacrossebal. Maar dan met spikes. We gaan nog zien of dat echt anders aanvoelt en of ik dat zou gebruiken voor andere dingen. En dit is de grotere versie van de spiky ball. En last but not least, see Backside for free book. Oké, ze hebben een e-book dat ik online kan bekijken. Het is altijd wel handig als je nog zo aan het zoeken bent met oefeningen. Het enige wat daar moeilijk bij is, is of je nu echt wel iets nuttig aan het doen bent. Of dat het... Ja, die oefeningen zijn zo, zodat ze het kunnen wel vullen. Maar normaal gezien, basisoefeningen en de meeste oefeningen zullen echt wel op iets slaan en op iets trekken. Oké. Dus, ik heb hier 5 banden. Ik ga ze open doen volgens sterkte. Eerst misschien beginnen met de sterkste, gewoon omdat ik die vast heb. Inderdaad, best wel aan de sterke kant. Paars. Wat ik belangrijk vind aan zo'n loops, is enerzijds dat ze niet snel kapot gaan. En dat ze niet snel scheuren. Dus eigenlijk een beetje de dikte van de band in die richting. De breedte van de band, dus in deze richting, ook belangrijk. Er zijn er die de helft dik zijn. En soms zijn die beter omdat deze dikte nog wel eens wil beginnen rollen als je die rond je knieën doet of zo. Qua weerstand verwacht ik vooral, maar het zijn er 5. Dus ik verwacht gewoon dat er een verschil is tussen de verschillende banden. En dat ik dat ook echt voel.
dat verschil. Dat niet is dat er twee eigenlijk bijna identiek hetzelfde zijn. Maar met 5 banden stoort het mij nu niet, gewoon omdat ik al zo'n range heb. Dus meestal heb ik er maar 2. Maar tegenwoordig verkopen ze die altijd in pakjes van 5. De 3 is echt al aanzienlijk minder strak. Ik heb het gevoel dat ik ga neigen naar de uiterste en de allermiddenste. En dat die daartussenin, dus nummerke 2 en nummerke 4, dat die zo minder gebruikt gaan worden. Tenzij een van de andere kapot is natuurlijk. Als je begint met oefeningen of nieuwe oefeningen hebt, misschien is 1 zelfs gewoon te licht. En durf ik daar niet zoveel mee te doen. Ja, 1 is echt al wel dun. Daar zou ik zelf mee oppassen om die te gebruiken, gewoon omdat ik zo schrik heb om die kapot te doen. En omdat de meerwaarde van de Terraband dan natuurlijk ook weer kleiner wordt. Deze video, ik heb het denk ik al gezegd toen ik alles besteld heb, maar is niet gesponsord. Niet door bol.com, niet door Toonturi. We hebben gewoon materiaal, of ik heb gewoon materiaal besteld waar ik vermoed van te zijn. Dat gaan we nu zien als ik het uittest, hè. Bye.
Long story short, ben ik best wel tevreden met wat ik heb besteld. En zeker voor 50 euro. Ik wil nog wel even daarbij zeggen dat de sliders best wel goed werkten op een gladde vloer, maar dat is altijd het geval. Als je een gladde muur hebt, dan kan je ook heel leuke schouderoefeningen doen met sliders. Maar eigenlijk moet je helemaal geen sliders kopen, want je kan dat ook met een handdoek of een washandje. En daaruit kan je ook afleiden dat je, als je een beetje creatief bent met het materiaal dat je al hebt, dat je eigenlijk je home fitness al helemaal kan uitbreiden. Van de balletjes ben ik tevreden, alleen niet met de spikes. De meerwaarde daarvan is minimaal, maar voor de prijs die je hebt betaald, krijg je dus best wel veel. De weerstandsbanden, daar ben ik heel tevreden van. Je kan echt zoeken welke weerstand voor jou op dat moment het best is voor een bepaalde oefening. Wat de oefeningen betreft is het opnieuw jouw creativiteit die je beperkt. Maar je bent niet alleen. Er is heel veel online te doen rond die Terrabanden. Dus je gaat echt oneindig veel oefeningen vinden als je daar op zoekt, als je die zoekterm gebruikt. Wil je een specifieke workout van één van deze dingen, van het materiaal dat ik hier heb gekocht? Laat het dan weten in de opmerkingen hier beneden. Abonneer je als je niets wil missen van de volgende video's. En ik zie jou een volgende keer terug op dit kanaal of op Instagram. Bye!